Ik ben Paul Teng en ik heb de tekeningen voor de strip over Jan van Skorrel gemaakt. Jan-Paul en ik zijn naar Rome geweest om op basis van de voorlopige tekst de plekken uit te zoeken die geschikt zouden zijn voor de strip. Verder is er heel veel uit boeken gehaald en internet is heel geschikt om documentatie bij elkaar te harken. Als ik een pagina begin, dan maak ik eerst een indeling van het aantal plaatjes wat erop moet. Dat hangt van het scenario af. Dan eerst met potlood. Daarna, als ik tevreden ben, trek ik het over met een penseel en Oost-Indisch inkt. Dan krijgt de inkleurster van mij de aanwijzingen welke kleuren er in de pagina moeten komen te staan. Bijvoorbeeld de kleuren van Rome, die liggen min of meer vast. Net als de kleding van de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. De beeldtaal in een strip lijkt heel erg op de beeldtaal in de film. Je werkt met close-ups, je werkt totaalbeelden. Je mag zelf de art direction doen, de casting doen, de regisseur spelen, camerastandpunten bepalen. Alleen je moet zelf de muziek op de achtergrond erbij zetten. Ik ben op de eerste pagina begonnen met een gezicht over de Tiber, met aan de rechterkant een blik op de Engelenburg. En dan over de Engelenburg kun je een klein beetje van het Vaticaan in die tijd zien. Daar ben ik heel lang mee bezig geweest om te reconstrueren hoe dat eruit moet hebben gezien. Ik vond het leuk om het Rome van de Renaissance te reconstrueren. Dat heb ik zoveel mogelijk geprobeerd om te doen op basis van gegevens. Maar dat neemt niet weg dat het heel leuk is om je eigen interpretatie van zo'n tijd op papier te zetten en daar een tekening van te maken. See the sun go down, it's going on.